Anzolatia, dolce e palese. Ti amo ancora, ti amo tutta ancora, così come sei. Così come l'amore sei. Sia lodato. L'amore sia lodato. Anzolatia, dolce e palese. Misschien had ik het geweten, had ik misschien al een jaar of twee eerder hier naartoe gekomen. Dat je toch mijn pas ziet, wat alles hier gestructureerd is. Ik heb nu een dagje al meegemaakt, dus fiets en reservemateriaal, kleding. Alles financieel ook. Het is toch allemaal het beste van het beste. Het is hier in hun voetbal zo, in al hun sporten, basketbal, volleybal, voetbal, wielrennen, hebben ze al het beste wat er in Europa is. Ook qua materieel, noem maar op, qua techniek en professioneel ingestelde dokters, noem maar op, hebben ze hier al het beste. Dus zouden moeten tot de conclusie komen dat die Italianen hier allemaal gratis werken. Dat geloof ik toch ook niet. Ik denk dat je niet zomaar zakt in populariteit en in... Hoe zou ik daar dat speel je een beetje op, hè? Ja. Want dat ben je wel, die populaire figuur. Ja, maar ja, dat ligt in mij ook een beetje in. Dus publicitair zal ik wel een goede waarde hebben. Anders zullen ze mij niet naar Italië vragen. Anders is er geen interesse nu al van andere ploegen, denk ik. Maar als je kunt... Is die er al? Ja, die is er zeker. Dus dat is maar normaal ook. Ze weten namen? Nee, namen moet ik er nog niet op plakken, maar... Je moet niet ver zoeken. In Belgische ploeg ga ik nog moeilijk terugkomen. Dat zal heel moeilijk zijn, dus dan moet je al iets verder gaan zoeken. Ik denk als je naar België terugkomt, ik zeg niet dat België slecht is, maar voor het financieel leven goed hebben, dat kan ik bijna niet meer in België. Spanje? Nee, als ik blijf in een vreemd land, dan blijf ik in Italië hier. Ga ik zeker niet terug naar Spanje of wat nog gaan. Waar dat je dan andere gewoonten en andere talen al terug moet spelen. Dat ga ik niet meer doen op mijn 33 jaar. Dus er is niks gezegd dat ik zeker hier niet zou blijven. Het is geen Nederland of geen Belgische ploeg. Daar is het direct in het begin moet er iets gewonnen worden zeker. Maar hier maken ze zich zeker niet druk. Als ik in de klassiekers er niet moest zijn, dan zijn ze misschien een keer reclameren. Maar nu gaan ze niet zeggen, Dirk, hij moet hier vandaag of morgen hier mee vooraan zitten. Dan gaan ze niet zeggen. Dan zeggen ze dat je geen valling op doet. Ook het museum praat nu al in die richting, hè? Na een goede twee maanden Italiaanse ploeg. Ja, maar ook. Hij heeft ook Roger als mentor nu. En ik heb die ook voldoende gehad voor te weten hoe dat je moet voorbereiden. Dus ik heb dat van hem geleerd. Proberen hier nog juist te lossen. En binnen twee maanden, die dat hier nu lossen, dan te lossen. Als je mij goed begrijpt. Dus die dat hier nu iets beter zijn, die moet je kunnen afrijden binnen twee maanden. En dan wordt er echt van geklapt. Alleen zijn? Ja, dat valt mee. Hè. Dat is
kleine misten, de vrouw misten, maar dat valt mee. Dat is nog een paar jaar en we zijn op ons gemak. Kan die andere man van alle niet staan? Nee. 32 jaar oud zijn. Goh, oud worden. Nou, het padje worden in het peloton, denk ik. Ja. Stoppen? Binnen 3 jaar. Echt? Ja, zeker. Doorgaan tot je 35ste? 32, 33, eind 34 stoppen. Eind 95 stop. RET. Ja, ik heb al heel veel minder kilometers getraind dan andere jaren. En ik moet toch zeggen, de conditie is ongeveer hetzelfde. Dus kan ik toch niet ontkennen dat het daar niet al ligt. Dus zal ik veel meer reserves hebben van andere jaren. Dus gewoon een beetje anders trainen en een beetje minder druk. Elk jaar ben ik toch ietsje sterker geworden. Ik wou dat dit jaar toch ietsje sterker bergen en dan meer reserves. En ook een beetje de Vlaming die me meer ervaring kan opdoen. Dus die dingen tezamen moeten toch een stuk helpen. Het is wel belangrijk voor jou dat er hier Vlaamse collega's zijn. Dat je hier nog een De Mol hebt, een Peters en zo meer. Ja, alleen gingen dat zeker niet zien zitten. Eerst en vooral de taal. Heb je daarop aangedrongen? Wat leer je tekende? Op aangedrongen niet, maar ik wist op voorhand dat het een mixploeg is, Italiaans-Belgisch. En ik wist sowieso dat er 5 ballen gingen bij zijn. Dus, maar er zijn er meer, dus kan maar je hebt bijvoorbeeld zelf de naam De Mol kunnen vooropstellen? Ja, ik mocht 1 renner meenemen en ik heb gekozen voor Dirk. Omdat hij gewoon al enkele jaren mijn vriend is. Dus en dat is toch ook heel belangrijk. Ik heb daar geen seconde over nagedacht. Ik zelf heb ook bewondering voor de Mensmuseum, voor het Rennermuseum zeker, en ook voor de Mensmuseum. Dus met de moment dat hij zei, moest ik vragen van ploeg, zou je dan meegaan? Dan heb ik geen seconde getwijfeld en direct ja gezegd. Bewondering voor de Mensmuseum, eigenschappen van het museum? Ja, zeker. Dat is een heel correcte jongen. Dus hij gaat nooit geen excuses zoeken in wedstrijden. Ook niet als het bijvoorbeeld iets minder gegaan is. Hij gaat niet zeggen, kijk, het ligt daar aan, hier aan of daar aan. Hij probeert gewoon altijd correct te zijn. Voordat er getekend werd, zijn er bepaalde afspraken gemaakt. Dus ik weet wat mijn taak is binnen de ploeg en de andere jongens weten dat ook. Dus met Cipollini heb je 9 kansen op 10 om te winnen. En met Musée heb je 5 kansen op 10. Dus het is veel beter dat je de kaart Cipollini speelt. Dus, en met mij er nog bij, de laatste kilometer. Ik zie weinig koersen dat Cipollini zal verliezen dit jaar. Dus als de ploeg echt goed draait, dan is het echt moeilijk te kloppen. Zeg je dan niet bij jezelf? Gaan er nog koersen zijn die Museo gaat winnen? De ploeg heeft mij aangeworven. Als je je moet opofferen? De ploeg heeft mij aangeworven voor de klassiekers en voor de semi-klassiekers in België. Maar ook Cipollini zegt in de Italiaanse pers, ik droom ervan van een klassieker te winnen. Ja, maar Cipollini heeft al beloofd dat hij in dienst van Museo gaat rijden. Dus er zijn al afspraken gemaakt en die zullen nagekomen worden. Je had vroeger het drietal De Meijer, Pollentier, Maartens. Ja. Gaan we nu naar een periode van het drietal Bowmans, Museo, Cipollini? U weet, het zou misschien mooi zijn, denk ik. Als het op sprinten aankomt? Ik denk het wel. Dus Johan die pakt de laatste kilometer voor de rekening. Ik probeer hem daar naartoe te brengen. Dus we hebben nog Ludwig Willems, Wilfried Peters. Dus we hebben bewezen in de Ronde van de Middellandse Zee omdat we dat te gaan kunnen. Stel, finale van Milaan-Sanremo, je zit in een kopgroep met Cipollini erbij, laatste kilometer, wat gebeurt er dan? Ja, ik denk de koers als Milaan-Sanremo dat nog iets te zwaar voor Cipollini. Dat was jij vorig jaar derde, dus die kun je toch niet laten liggen, hè? Als het erop aankomt. Ik zal die niet laten liggen ook, maar dan moet er gewoon gesproken worden in de wedstrijd wie dat er het best is. Dus, het is gewoon belangrijk dat de ploeg wint.
De naam speelt gewoon geen rol. Voglio vederti ballare, ballare, ballare. Il mare intorno al tramonto, salì sulla luna, dietro una tendina di stelle. Veertig neoprofs, 12 profteams waarvan er 4 in de top 10 van het FICP-klassement staan. En liefst 10 ploegen die startrecht hebben in de wereldbekerwedstrijden. Indrukwekkend. Italië investeert miljarden lires in de wielersport. De wereld kan blijkbaar niet op. De kern van het wielergebeuren oriënteert zich duidelijk van het noorden naar het zuiden van Europa. Bij ons en in de ons omringende landen lopen de budgetten snel terug. Spanje handhaaft zich ondanks een lichte terugval in het ploegenaantal. Alleen in Italië maakt het woord crisis minder indruk. Io devo dire che siamo in un momento favorabile per il ciclismo italiano. Giusto che 5-6 anni a Riere non abbiamo avuto le stesse difficoltà che gli altri paesi ora. E io penso che sia come un ruolo che torna. Ora c'è per l'Italia e poi per gli altri, spero. Het is natuurlijk een feit als je Gianni Bugno hebt, die wereldkampioen twee maal naar elkaar wordt en dan een Chiappucci. Ik denk dat het gewoon een sneeuwbaleffect is dat dus die sponsors, ik zeg het nogmaals, als wij in België het geluk hebben dat we nu een hele goede rondrenner ontdekken in de nabije toekomst, dan denk ik dat wij hetzelfde effect gaan krijgen in België. In Italië, maintenant, vous savez, il y a un peu de... In Italië s'appelle crisis. Il y a un peu de problèmes. C'est comme chez nous. C'est comme chez vous, mais il y a un peu de problèmes, mais in Italië, le cyclisme, c'est un sport tra les plus importants et nous avons la possibilité de faire beaucoup d'équipes professionnelles. Italië is de crisis misschien niet zo groot als bij ons, als je ziet dat er toch nog 12 ploegen zijn. En bij ons is dat natuurlijk veel slechter. Kijk, in België, als je ziet dat er maar 1 of 2 dergelijke profploegen manier kunnen op been gebracht worden. En België is altijd het wielerland geweest. Dan moeten we toch zeggen dat het bij ons veel slechter is. Maar ik kon nu toch ook zeggen in het wielerpeloton Italië en Spanje voor volgend jaar, dat het er toch veel slechter voor staat dan dit jaar. Ik zeg het ook, als je nu al een paar jaar terugkijkt en wij bij Hitachi bij een budget van 30, 35 miljoen een fantastische ploeg hadden met Claude Criquelion, Marc Sergeant, Chambry Wampus, Rudy Daan, Chef Leekes, noem maar op. En dat je nu voor een ploeg van 80 miljoen meer in de 20 eerste van de FCP geraakt, dan moet je zeggen, wij zijn aan de top. Wij zitten aan bedragen van 150 miljoen, 200 miljoen. Ik denk dat het alleen nog maar omlaag kan. Dat gaat binnen niks, aantal jaren misschien zijn. Twee, als God belieft, nog 2-3 jaar heel goed, voor mij dan. En dan gaat het moeten bergaf gaan. Anders gaat men, zoals in de automobielsport, tot 15, 16 teams komen er namen en uit gedaan. 40 meilleurs professionnels. Il y a du talent. Quelqu'un, oui. Je pense Rebellin et quelqu'un d'autre. Perron? J'ai pas vu courir. J'ai vu seulement Rebellin l'année passée. Je pense 40, 15, je pense, ils sont sûrs de bons coureurs. Et les autres? Les autres, on verra. Italiaanse weelde, toch zijn het 3 Belgen die in de Trofeo La Guelia de debatten openen. Redan, Van Slijken en De Neut, vorig jaar alle 3 samen in de ploeg van den Broeke. Ze gaan weg na 20 kilometer, maar op de Testico en 60 kilometer verder komt de reactie los. Moreno Argentin sleurt een achtervolgend groepje zienderogen dichterbij. Hendrik Redant gaat diep op de Testico, maar daar gaat het nu juist om. Redant heeft aan kalmte en rust geen boodschap. Dat is er nog nooit bij geweest. Ik ben iemand die heel graag koerst. En ik probeer me te spanjeren van in het begin van het seizoen en ik probeer er altijd bij te zijn van in het begin. En dat lukt me nu al 7 jaar na elkaar, dus de conditie is niet slecht. Ik heb
qua prijzen heb ik het minder moeten stellen van het jaar. Maar ja, ik moet ook een beetje geluk hebben. Ik heb meer in de aanval gereden en ik moet ook een beetje geluk hebben van het aan uit te houden. Maar ik probeer van in het begin van het jaar goed te staan tot op het einde. En zolang dat kan gaan, is dat geen probleem. Maar iedereen die zegt tranquilo, iedereen zal zijn reden nemen natuurlijk. Hè. Patrick de Nuyt, nu in de ploeg Pevenage, wil eindelijk uit de schaduw treden, maar blijft op zijn zachtst uitgedrukt bijzonder bescheiden. In het begin van mijn carrière dacht ik altijd dat ik niet zo goed was als de anderen. En met de jaren is het vertrouwen wel een beetje gegroeid. Ik kan nu natuurlijk niet zeggen dat ik een ronde van Vlaanderen ga winnen, maar ik denk toch in bepaalde mooie wedstrijden dat ik wel mijn mannetje kan staan. Bij kilometer 100, we zijn dan terug in La Iglesia, rijden de drie nog altijd voorop. Maar Moreno Argentin is op komst en Moreno imponeert. Ja, hij passeerde ons tweede keer op de Testico en ik denk dat wij 42-17 lagen en hij passeert buitenblad. En ik en de Nuyt, we keken naar elkaar. Het is ongelooflijk hoe dat die man rijdt. Hij passeert gewoon. Het is lijkt een motor dat passeert. De motor van Argentinië maakt indruk. In één ruk erop en erover. De Italiaanse Monegasque wil er zo snel mogelijk staan. Hij wil een klinkende revanche in Milan-San Remo. Maar toch zit hij ook duidelijk met Belgische klassiekers in het achterhoofd. Sia il Giro delle Fiandre che la Ligia Bastolini sono due grandi corse e spero di far bene a una di queste. L'année passée, vous avez gagné 6 courses avant Milan-San Remo e poi c'était fini. E cette année? Speriamo di vincere qualche altra, magari meno corse e più importanti. Argentin pakt op de Testico een kleine minuut, maar dalen doet hij nog steeds als een strijkijzer. De afdaling van de Testico is nog langer dan die van de Poggio. Argentin wordt gegrepen en in de spurt is hij ook nu door zijn beste krachten heen. Lance Armstrong wint, Argentin wordt pas vierde. Enkele seconden later moet de Nuyt Marco Zen laten voorgaan in de spurt voor de vijfde plaats. De Nuyt wordt zesde, Redant is nog zevende. Armstrong op het podium en Van Slijken, die pech had in de laatste kilometers, eindigt negende. Lance Armstrong, het 21-jarig Texaan, supertalent, cool en vooral zeer zelfbewust. I don't know. I'm American and I'm new at the sport, but you know, he's done a good job and I'm not trying to fill his shoes. I'm just trying to be me. Sanderendaag start in het mondaine Monaco. In de straten van het Prinsdom vraagt Rudy Pevenage een eerste keer de weg naar Monte Carlo. Even verder een tweede keer. Een kwestie van zeker te spelen. En toegeven, de Monegasken zijn best vriendelijk. De seigneurs van het peloton zijn helemaal niet onder de indruk van de grandeur van de omgeving. Claudio Chiappucci geeft ons de primeur van zijn huwelijksfoto's. Ook Le Monde is duidelijk meer gewoon, veel meer. It's not special to me. I like where I live in America better. You ever played the roulette? Nope. I don't gamble. You never gamble? No, because I grew up in Reno, Nevada, where they gamble, and so I find nothing exciting about gambling. There were some stories in Belgian papers that they said that Greg LeMond needed the money, so he is doing another year. He has to fight again. It's not true. I don't need the money. I could quit today if I want, and I'm racing because I,
still feel I can do well in the Tour de France. De grote rustig en bezadigd, de kleine worden stilaan groter. De kleinste kleine van het geslacht, Plankaert vooral. Jo Plankaert is de ideale man om Nelissen naar winst te loodsen in de spurt. In de tweede rit van de Ruta del Sol is er nog geen vuiltje aan de lucht. Nelissen wint daar spelenderwijs. Maar de dag nadien beleeft Nelissen de verrassing van het voorseizoen. Kijk goed uit, de man rechts van hem is inderdaad Jo Plankaert. Kijk vooral naar het kopje van Nelissen in de herhaling. Voor Plankaert is de eerste binnen. De eerste is binnen inderdaad. Dat is wel een aparte, hè? Dat was de speciale, ja. Vertel eens. Ja, dat was een sprint in Jean was dat, ja. En dat was met een ploegmaat, Wilfried Nelissen. En we waren 1-2. Er was wel een beetje discussie achter de finish, ja. Maar ik heb gewoon gesprint. Wow, dat is gewoon overdreven. Dat is gewoon een beetje fout geweest. Maar dat is gewoon overgesproken. Dat is gewoon vergeten, hè. Er waren afspraken. Er waren feitelijk geen afspraken. Ja, waar afspraken normaal gezien is, wordt er gewerkt voor Nelissen. Maar ik zag gewoon mijn kans ook. Alleen mijn kans. Ik mag ook een keer meesprinten feitelijk. Ja. Ik zeg gewoon een keer meesprinten. Ik sprint mee, ik klop hem. Ja. Als jonge gast moet je dan die kans grijpen? Ik vind van wel. Dat is toen altijd goed voor de moral. Ik in de koers kunnen winnen. Want ik heb er geen probleem mee. Voor mij voor de ploeg in te zetten, dat is helemaal geen probleem. Voor de sprint te trekken. Maar af en toe, als de kans zich voordoet. Mag ik ook een keer meesprinten? Allee, dat vind ik toch wel. Ja, er zijn natuurlijk al de afspraken, maar ja. Zo kan ik het wel goed begrijpen, als je jonge coureur, je moet altijd een keer winnen ook natuurlijk. Maar ja, het is ook goed, ja. Als hij gewonnen heeft tegen zijn ander moest winnen, was het natuurlijk erger geweest. Maar ja, het is gewoon goed verlopen, hè. Maar ga nemen dat je wel verrast was, als je voelde dat hij doorging. Ja, zeker. Je bent altijd natuurlijk verrast. Maar ja, dat is normaal, hè. Als hij ziet dat ze kan winnen, moet hij dat gewoon doen natuurlijk. Maar ja, als er een ander overkomt, is natuurlijk, ja, dan is het heibel natuurlijk. Ja, hij won, ja, dan kun je moeilijk iets zeggen, hè. In het begin was hij een beetje kort, maar dat is allemaal bijgelegd. Dat is geen probleem, hè. Hadden we gesproken achteraf ook, ja? Achteraf is er wel een serieus woordje gepraat, maar hij was geklopt, ja. Dat is natuurlijk, hij was een beetje ontgoocheld, ja. Maar dat is allemaal bijgelegd nu. Buongiorno, bambina. Kleine jongens willen snel leren. Bij het uitrijden van Monte Carlo bemerken we op de eerste rij van het peloton het glimmende kopje van Wim Omloop. En Wim Omloop heeft de voorbije dagen goed uit de ogen gekeken. Ja, ik denk het wel. De snelheid die ligt in de finale ontzettend hoog. De laatste 30, 40 kilometer dan beginnen ze de sprint al gaan voor te bereiden. En dan ga je dan ongelooflijk snel eigenlijk. En nu draaien ze niet, zoals je dat vorig jaar wel eens zei bij de amateurs, als vliegen rond de honiepot of als bijtjes rond de honiepot. Hè? Nee, nu ben ik gewoon het kleine jongetje en nu rijden er hier andere mannen rond. Als je ziet, een Argentine, van der Jest, ja, wie nog allemaal. Dat is ongelooflijk eigenlijk en dan ben ik maar een hele kleine jongen. Het parcours van Monte Carlo Alassio mag er zijn. Dit is na de Trevi, de beroemdste fontein van Italië, die aan de Via Roma in Sanremo. En wat later trekt het peloton compact over de Coppa Berta. En kijk, de jongste Plankaert rijdt daar in derde positie. Onderweg ontmoeten we ook Olaf Ludwig. Hij heeft grip en houdt het bij een licht trainingstochtje. De Belgen spelen in Alassio geen rol van betekenis. In de slotfase ontsnapt Bortolami uit een kopgroep met onder meer Ballerini, Bontempi, Arnoux en Von Driest. Bortolami wint voor de schier onbekende Coppolillo, Von Driest wordt derde. En dan is er nog die ene Belg. En wees gerust, ze kennen hem in Italië. De Wolf. De Wolf. Come on. De Wolf. Ah, ze kennen nu. Ja. Grazie. Jongens, is de groeten thuis. Ja.